Arrestanten die besmet zijn met het COVID-19-virus en ondergebracht waren in het cellenhuis van het politiebureau Nieuwhaven, zijn overgebracht naar een andere locatie. Dit om meer besmettingen te voorkomen en de situatie onder controle te houden. Dit vertelde justitieminister Kenneth Amoksi gisteren aan journalisten tijdens een Zoom-persconferentie van de regering. Ik mag u vertellen dat alle 25 arrestanten die we hebben eerst geprobeerd bij Houtuin onder te brengen en vervolgens hebben we het besluit genomen om het cellenhuis aan de Keizerstraat helemaal leeg te halen. Vervolgens hebben we de besmette arrestanten van bureau Nieuwhaven hebben we ze overgebracht naar Keizerstraat. U moet weten dat tijdens de arrestantenopstand behoorlijk wat ravage is aangericht. Amoksi zegt dat het cellenhuis aan de Keizerstraat binnenkort gebruikt zal worden om COVID-19 besmette arrestanten onder te brengen. Deze groep zal daar afgezonderd worden en de gelegenheid krijgen om te herstellen. De vorige week gingen beelden van een arrestant die zijn misnoegen uitte op social media vanuit het cellenhuis Nieuwhaven viraal. De man beweerde dat hij samen met zijn lotgenoten door verwaarlozing de dood werd ingejaagd. Amoksi ging tijdens het persmoment ook in op de controle van justitie tijdens de total lockdown. We kunnen dat doen in geval de mensen zich in hun eigen voertuig verplaatsen. We kunnen dat nagaan aan de hand van hun rijbewijzen. Het kan zijn dat ze naar een afspraak gaan. Dat kunnen we ook achterhalen middels bevragen en doorvragen. Er zijn genoeg mogelijkheden om te achterhalen waar iemand woont. De justitieminister zei verder dat mensen moeten weten dat de autoriteiten het door zullen hebben als zij onterecht over straat zijn. Tijdens de aangekondigde total lockdown. Hij benadrukte dat er gepast zal worden opgetreden tegen deze personen.